Dit is weer de eerste video van een nieuwe maand en dat betekent weer dat we gaan kijken naar interessante aandelen en ditmaal voor september 2019. Dit is een maandelijkse serie waarin ik telkens naar drie interessante aandelen kijk. Het is geen advies, het is alleen aandelen die ter sprake zijn gekomen in het nieuws, in onze Discord chat of via andere manieren waarop op is gevallen, interesse hebben gewekt en die misschien nog meer onderzoek nodig hebben voordat ik ze wil gaan kopen. En dus ook deze maand heb ik weer drie interessante aandelen en ik laat je in deze video zien welke aandelen het zijn, waarom ik ze interessant vind en waar je juist moet letten bij dit soort aandelen, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat nou onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik dan hieronder op abonneren en dan mis je nooit meer een video. En zoals gezegd, deze video is geen advies, het zijn gewoon aandelen die ik interessant vind. Wil niet zeggen dat ik of misschien jij ze moet gaan kopen. Wil je nou meer over financieel advies weten, daar heb ik vorige week een video over gemaakt. Punten waar ik in ieder geval op let, hoe ik het doe. Dus ga die zeker kijken, misschien na deze video, als je van een van deze aandelen interessant vindt. Zoals gezegd is dit een maandelijkse serie en dat betekent dus dat ik ook afgelopen maand drie aandelen had uitgekozen. Nou, voordat we altijd beginnen aan nieuwe aandelen, gaan we eerst kijken hoe de oude aandelen het uit die vorige video dus hebben gedaan. Nou, laten we eerst even op dit geval de markt er ook nog bij pakken en kijken we dan ten eerste aan de Nasdaq. Dan zien we dat die de afgelopen maand min 2,6% heeft gedaan. Kijken we naar de S&P 500, de grootste 500 bedrijven van Amerika. Die is de afgelopen maand min 1,8%. Nu we het rendement van deze beurzen weten, kunnen we gaan kijken hoe het nou ging met onze aandelen. En een beetje in perspectief daarin zien. Het eerste aandeel vorige maand was PayPal. Dat heeft de afgelopen maand plus 1,8% gedaan. En staat dit jaar al op plus 29,7%. Het tweede aandeel was Facebook en dat is min 1,7% de afgelopen maand. Maar dit jaar staat eigenlijk nog steeds op 41,6% in de plus. En het laatste aandeel van vorige maand, dat was Visa. Plus 1,9% in de afgelopen maand en plus 37% dit jaar al. Dus afgelopen maand zagen we dat twee aandelen een klein beetje in de plus stonden. Facebook een klein beetje in de min. En ook de beurzen stonden uiteindelijk in de min. Maar dat komt natuurlijk vooral dat afgelopen maand weer veel te doen was om de handelsakkoorden. Of eigenlijk de handelsoorlog die er is. Brexit een beetje nog steeds onzekerheid en dat soort dingen. Dus dan merk je het terug op de beurs. Dus al met al ja, een beetje een maand waar we niet echt op zijn geschoten. Maar ook niet heel ver zijn gedaald in de rendementen. Nou hoop ik nu met deze aandelen van deze maand kunnen we er dus iets op vooruit gaan. En laten we dan maar meteen met het eerste aandeel beginnen. En dat is Salesforce met het tickersymbool CRM. Misschien ken je het bedrijf al. Want veel grote bedrijven ook in Nederland maken er gebruik van. Maar Salesforce is dus zoals de tickersymbool ook aangeeft een CRM. Dus een Customer Relationship Management systeem. En wat dat eigenlijk inhoudt is dat zij een product aanbieden voor de interactie tussen jou als bedrijf zijnde en de klanten van jou, of eventueel potentiële klanten van jou, om daar dingen te beheren, data, klantcontact met de helpdesk bijvoorbeeld, of aankopen, marketing, al die dingen komen samen in dit ene pakket. En Salesforce is een bedrijf dat de laatste jaren ja, steeds populairder wordt, steeds groter en heel hun platform is eigenlijk gebaseerd op de cloud of in de cloud, dus het is cloud-based. Wat dus uiteindelijk heel erg veel voordeel biedt voor eventuele groei in de toekomst. Salesforce was de afgelopen maanden ook nog in het nieuws omdat ze Tableau hebben overgenomen voor $15 miljard. En Tableau is dan weer een bedrijf wat juist de visualisatie van data doet. Dus aan de ene kant beheert Salesforce al heel veel data. En waarschijnlijk met Tableau willen ze zorgen dat deze data, dat Salesforce klanten er dus veel meer kunnen visualiseren en meer dingen kunnen gaan doen met die data. Zoals zo vaak bij interessante aandelen gaan we kijken naar de laatste kwartaalcijfers. En die waren beter dan dat analisten hadden verwacht. Nou is dat altijd de vraag van, heeft dat waarde natuurlijk? Want dat zien we vaak bij analisten over Tesla bijvoorbeeld, daar merk je het heel erg goed. Dan kun je zeggen van ja, Tesla haalde de doelstelling van een analist niet. Maar is het zo dat het niet andersom is, dat juist de analisten verkeerde inschattingen maken van wat Tesla doet, in plaats van dat Tesla niet haalt bij wat analisten verwachten? Dus dat is alweer iets anders, maar vaak kun je er wel een beetje op baseren van wat analisten verwachten, maar niet altijd. Dat hangt dus een beetje af van het bedrijf. Maar laten we dus gaan kijken naar die kwartaalcijfers en dan als eerste de omzet. En daarin zien we dat we de afgelopen jaar op jaarbasis 22% in de plus staan. En wat ook heel erg mooi is in deze kwartaalcijfers, is dat ze de verwachting hebben bijgesteld. Meestal zal een bedrijf zelf aangeven wat zij van het komende jaar of komende kwartaal verwachten. En voor dit jaar hebben ze het bijgesteld van 16,25 naar $16,9 miljard omzet.
En verder, als we zelfs nog gaan kijken naar de omzet die ze verwachten in de komende 5 jaar, dan zal die bijna verdubbelen naar dan 28 miljard. En dat is terwijl ze dus nu ongeveer 15, 16 miljard euro doen, of dollar, zo moet ik het zeggen. En zoals ik al eerder zei, is dit systeem vooral cloud-based eigenlijk. Dus ze hebben computers staan, misschien wel bij Amazon, ik weet niet waar, maar in ieder geval, ze kunnen makkelijk uitbreiden als er klanten bijkomen of meer vraag naar is. En ze kunnen dus bijkopen wanneer het nodig is. Dus ze hebben niet de vaste lasten wanneer het niet nodig is. En dat zien we eigenlijk ook terug in de marges die ze maken. Want niet alleen de omzet stijgt, maar ook de bruto winst stijgt. En die is inmiddels naar bijna 76% gestegen. Het is wel geen hele grote stijging, maar er zit nog steeds een stijging in. En het is dus mooi om te zien dat er meer dan 75% bruto winst wordt gemaakt op hun omzet. Gaan we nou kijken naar de OPEX, dan zien we dat die boven de revenue van year over year ligt. En meestal wil je het andersom hebben. Dat eigenlijk de revenue, de omzet, harder groeit dan de kosten die je maakt. Maar dit heeft waarschijnlijk in dit geval mee te maken met die overname zoals we eerder hebben besproken. Dus dat er geïnvesteerd wordt in de producten van hun. En dit zal later dan wel weer herstellen. En dat zien we eigenlijk ook terug in de verwachtingen die we van Simply Wall Street zien. Daar is de verwachte groei van de winst 42%. En dat komt natuurlijk omdat de groei van de omzet waarschijnlijk door zal gaan. Maar waarschijnlijk dus de kosten zullen afnemen, waardoor automatisch je winst beter wordt. Dus daar zul je zien dat in de komende tijd, misschien het komende jaar of de komende jaren, daar veel meer winst zal worden gemaakt. Dus dat is eigenlijk al een positief punt bij dit soort dingen. Wederom, zoals gezegd, ze hebben de laatste tijd veel geïnvesteerd in hun platform en proberen daar natuurlijk de komende tijd van te profiteren. Daardoor komt natuurlijk ook extra omzet binnen, terwijl misschien nou de kosten wel redelijk gelijk blijven. Dus al met al een interessant aandeel, want zoals gezegd, het is cloud-based, dus we kunnen makkelijk opschalen als het nodig is. Of gewoon kosten beperkt houden wanneer we het niet nodig hebben. We zien dat de omzet meer dan 20% per jaar groeit. En dat waarschijnlijk de winst ook nog zal volgen. En dat er dus volop geïnvesteerd wordt om ook die komende jaren die groei vast te houden. Om hun diensten eigenlijk uit te breiden aan de klanten die ze al hebben. Dus eerst beheerden ze nogal veel data. Met de overname van Tableau kunnen ze vaak ook gaan visualiseren. Dat klanten meer met de data gaan doen. Waardoor ze het product beter gaan vinden. Misschien nog wel meer klanten bijkomen. Of tegen een hogere prijs bepaalde functies verkopen. Nou, dat moet natuurlijk zorgen voor allemaal extra omzet. En dus extra winst. Dus dat is een van de redenen waarom ik natuurlijk dit als interessant aandeel zie. Het tweede interessante aandeel van deze maand is Canopy Growth Corporation. Beter bekend gewoon als Canopy. Onder tickersymbool WEED. En als je dat tickersymbool hoort, dan weet je al dat het natuurlijk over wiet gaat. En in dit geval dus medicinale wiet. Vooral heel erg in Amerika en Canada, waar het op dit moment eigenlijk al heel normaal is geworden zelfs. Dat eigenlijk lopen die alweer voor op Nederland in deze situatie. Want in Nederland is net afgelopen week aangekondigd dat een proef gaat komen. Maar die is er nog niet, maar die gaat er komen. En eigenlijk kun je daar een beetje mee vergelijken. Canopy die zorgt ervoor dat ze onder gecontroleerde omstandigheden eigenlijk gewoon kwaliteitswiet maken en die verkopen ze aan coffeeshops. Nou, dat zien we daar in Nederland ook. Er zullen een paar van deze bedrijven zijn die wiet gaan kweken en die gaan ze verkopen aan coffeeshops. Je ziet dus dat het steeds meer plekken ter wereld gaat gebeuren. Waar vroeger Nederland voorop liep daarin, lopen eigenlijk nou, zoals gezegd, achter. Want in Amerika en Canada is dit al heel gewoon geworden. Hopelijk zal het over een paar jaar in Nederland ook zo gaan. En dus liggen er ook in Nederland weer kansen voor dit bedrijf. Maar ook in de rest van de wereld wordt natuurlijk geëxperimenteerd met dit soort dingen. Dus er is zeker wel een markt voor die de komende jaren best wel een paar keer kan verdubbelen. Het is wel een sector waar ik al lange tijd naar zit te kijken. Ik heb er wat informatie over opgezocht de laatste tijd. Maar vaak dacht ik eerst dat het weer te grote hype was. Dat de koers eigenlijk niet meer in verband stond. Maar wat we nou juist zien de laatste maanden is dat in één keer de koers, in dit geval van Canopy, bijna gehalveerd is. En dat betekent ervoor dat misschien wel juist nu een goed moment is om tegen een gewone eerlijke waarde weer in te kunnen stappen. Zonder dat je dus al te veel betaalt op het moment dat je instapt. En dat zorgt er dus voor dat je op dit moment tegen die goede koers in kan stappen en dus makkelijk rendement kunt maken op de toekomst. In plaats van naar kwartaalcijfers te gaan kijken, gaan we nu een keer kijken naar een artikel van een blog wat ik begin van het jaar ben tegengekomen, ergens in april of zo was het. Een interessant blog waar juist naar verschillende facetten van het bedrijf en ook van de concurrentie wordt gekeken. En een van de dingen die daarin naar voren komt is bijvoorbeeld de prijs per gram. Daar wordt dus gekeken naar de verkoopprijs van een gram. Maar ook bijvoorbeeld naar de kostprijs van een gram. Wat kost het om nou een gram wiet te produceren? Nou zien we bij verschillende aanbieders grote verschillen. En ook tussen 2019 en 2018. Je ziet inmiddels dat de kosten vaak toenemen. Of dat de verkoopprijs juist daalt omdat er meer op de markt komt, meer aanbod is natuurlijk. De marges zullen dus ook wat afnemen. En bij Canopy komt dat waarschijnlijk omdat ze volop investeren in de groei. Want zoals gezegd, ze proberen ook in Europa faciliteiten, fabrieken neer te zetten om te produceren. Ook in Amerika zullen ze dit willen uitbreiden. Dus er wordt op dit moment veel geld geïnvesteerd. En daarom zijn natuurlijk de prijzen van productie per gram
veel hoger dan in de toekomst. In de toekomst zal het ervoor zorgen dat juist de kostprijs van een gram gaat dalen. En als jij nou ook geïnteresseerd bent in deze sector, dan raad ik je zeker dit artikel aan. Ik zal een link naar het artikel trouwens onder de video plaatsen. Maar het artikel sluit af met twee scenario's en dat is op zich wel interessant. Want gaan we kijken naar het moment dat dit artikel geschreven werd. Toen was in ieder geval voor Canopy zeker niet interessant, want toen was de koers rond de bijna $60. Inmiddels zien we natuurlijk dat het al veranderd is, omdat de koers dus bijna gehalveerd is met toen. Dat er nu een veel andere situatie ontstaat, omdat de koers dus lager staat dan waar ze in deze scenario's van uitgaan. En dat betekent dat het misschien op dit moment wel een interessant aandeel is om te gaan investeren hierin. Dus heb je nou interesse in deze sector en heb je het artikel gelezen en is die interesse misschien alleen nog maar groter geworden, dan is het zeker interessant om het dus verder te gaan onderzoeken. Misschien niet alleen Canopy, maar ook de andere aanbieders, maar misschien is Tilray op dit moment wel beter. Het is dus zeker aan te raden om in ieder geval te kijken naar de wetgeving die er op dit moment is of die er aan zit te komen in Amerika, Nederland of andere markten. En dan ga ik zeker kijken welke markten waarschijnlijk dus in de toekomst interessant worden, om te kijken hoe de groei van de markt op zich is. En wat ook aan te raden is om eigenlijk het artikel te actualiseren. Dus ga de informatie en methodes uit dat artikel actualiseren. Zorg dat de koersen weer actueel zijn. Misschien de kostprijs van een gram of de verkoopprijs van een gram wiet. Ga dat allemaal actualiseren en ga dan kijken welke scenario's, of dezelfde scenario's, hoe het er dan voor staat met, zoals gezegd, misschien Canopy, maar ook misschien wel een concurrent die het dan beter doet. Dat kun je natuurlijk zelf doen, maar zou ook leuk zijn. Waarschijnlijk zijn er wel meer mensen in geïnteresseerd dat je het werk opdeelt. Dan is het zeker interessant om naar onze Discord chat te komen. Een link vind je daarvan onder deze video. Misschien kun je wel met een paar mensen afspreken om dit samen te doen, want er zullen vast wel meer geïnteresseerden zijn. En op die manier kun je misschien nog wel samen dit artikel actualiseren, met elkaar erover praten, meningen uitwisselen, om vervolgens zelf tot een eigen keuze te komen. En dan zijn we aangekomen bij het laatste aandeel van deze video, en dat is Reed Elsevier LexisNexis, oftewel RELX, tickersymbol RELX. En dit bedrijf is op aanraden van Chantal uit onze Discord chat. Maar mocht jij nou ook een bedrijf aan willen raden wat misschien in een volgende video aan bod komt, laat dat dan weten onder deze video of zoals gezegd in onze Discord chat. Misschien dat ik het wel meeneem. Maar in ieder geval in deze video gaan we dus kijken naar RELX. En dat is dus zoals gezegd, de meeste mensen zullen het in Nederland kennen van Elsevier, het weekblad Elsevier. Maar ze doen nog veel meer. En dat maakt het juist zo interessant om dit aandeel te gaan bekijken. Want waar ik het van ken is zoals gezegd ook het magazine Elsevier. Maar ze doen dus nog veel meer. En als we gaan kijken naar de koers, dan is die eigenlijk al de laatste 5 jaar continu gestegen, terwijl vaak magazines, tijdschriften en dat soort dingen een markt is die ja, eigenlijk wel op zijn tijd is geweest. Die tijd is eigenlijk achter, je gaat nu naar digitaal. Dus hoe komt het nou dat zij de koers weten te laten stijgen, vaak omzet en dat soort dingen ook nog laten stijgen, terwijl de markt waarin ik ze ken eigenlijk steeds minder wordt, steeds kleiner wordt. Dus wat doen zij nou anders of wat doen zij nog meer behalve deze tijdschriften? Het beste daarvoor kunnen we naar hun presentatie gaan kijken, naar hun laatste cijfers. En ik zal trouwens een link daarvan ook weer onder deze video plaatsen. Er zijn iets meer dan 80 sheets die je allemaal kunt gaan bekijken als je interesse hebt. Er staat heel veel informatie in. Misschien zelfs als je geen interesse hebt in dit bedrijf specifiek, kun je er toch veel informatie uit ophalen, uit leren en misschien wel dingen die je in de toekomst op andere bedrijven kunt toepassen. Maar waar we dus als eerste gaan kijken naar een sheet is over de transitie van producten of sectoren die ze eigenlijk doen vanaf 2000 tot aan 2018. En daarin zien we dat hun percentage van print van 64% is gedaald naar 10% nu. Dus nog maar 10% van de omzet komt uit print. Dus geprinte magazines bijvoorbeeld. Kijken we naar face-to-face, dan is dat van 14 naar 16% gegaan. Een kleine stijging, ongeveer gelijk gebleven. Maar juist electronic, dat is van 22% in 2000 naar 74% in 2018 gegaan. En je kunt dus zeggen dat ze zijn eigen goed hebben aangepast op de trends of op de tijd. En zagen dat sommige sectoren zullen afnemen. En dat ze juist in plaats daarvan andere producten of diensten zijn gaan aanbieden. Wat bieden ze dan eigenlijk allemaal aan op dit moment? Dan gaan we kijken naar 4 bedrijfsonderdelen van hun. En de eerste daarvan is de uitgeverij voor medisch, technisch en voor de wetenschap. En hierin zijn zij wereldwijd nummer 1. Ze hebben meer dan 2000 magazines of 20.000 boektitels die ze uitbrengen. Daar zullen de meeste mensen dus wel één van deze dingen van kennen. Waarschijnlijk valt dus het magazine Elsevier hier ook wel onder. Maar het gaat dus ook vooral juist om specifieke magazines of boeken voor die sectoren, zoals gezegd, de wetenschap, technisch of medisch. Behalve deze uitgeverij hebben ze ook nog een uitgeverij voor juridische dingen. En daar dus komen ook weer dit soort zaken aan bod. Of juist analyses of tools. In ieder geval dingen die mensen kunnen gebruiken die bezig zijn in het juridisch gedeelte. En daarin zijn ze de nummer 2 in de VS. Of nummer 1 en 2 in de wereld. Derde bedrijfsonderdeel dat ze hebben is risico en zakelijke analyses. En hierin hebben ze dus bijvoorbeeld informatie, analyses of tools om het zelf te doen. Dus heel veel juist gericht voor de zakelijke markt.
En als laatste het bedrijfsonderdeel zijn dat de vakbeurzen. Deze vallen dan onder het kopje face-to-face wat we eerder zagen. En wereldwijd hebben ze 500 beurzen die ze organiseren in meer dan 30 landen waar meer dan 7 miljoen mensen naartoe komen. En daarmee zijn ze de nummer 2 ter wereld op dit gebied, dus op het gebied van exhibitions, oftewel vakbeurzen. Voor dit bedrijf gaan we dan juist wel weer naar de cijfers kijken. En kijken we dan naar de jaarrekening, de laatste jaarrekening. Dan zien we ten eerste weer de omzet. Nou, die was in 2018 7,5 miljard. De operating profit, winst, zeg maar, die was op 2,3 miljard. En daarmee hadden ze uiteindelijk een operating margin van 31%. En dat is op zich best wel hoog. Niet zo hoog als wat we bij Salesforce zagen, waar het 75% was. Maar dat is natuurlijk een ander type business. Veel meer digitaal gericht, zoals we zeiden, cloud-based. Maar ook voor dit bedrijf vond ik het in ieder geval hoger dan ik had verwacht. Ook in dit rapport zien we weer een verwachting, in dit geval dus voor 2019. Als we daarna gaan kijken, dan zien we dat verwacht wordt dat de winst met 7% zal stijgen en de omzet met 4%. Wat we ook zien is dat meer dan de helft, 52% om precies te zijn, van de omzet komt binnen uit abonnementsvormen. En dat is natuurlijk wel iets fijns om te hebben, omdat het veel betrouwbaarder is dan andere soorten omzet die binnenkomen. Op dit moment weet je waarschijnlijk dat elke maand, of misschien zijn het jaarabonnementen, dat mensen elk jaar deze bedragen overmaken. Dus die omzet is redelijk betrouwbaar. Zal misschien wel een beetje wijzigingen in zitten, maar het zal niet in één keer halveren. Dus je kunt er best wel op vertrouwen. Omdat als mensen of bedrijven tevreden zijn met je product, dat ze vaak deze abonnementen wel aan blijven houden. En dat zien we eigenlijk de laatste jaren steeds meer gebeuren. Dat ze heel veel softwarepakketten bijvoorbeeld of andere dingen overgaan naar een abonnementsvorm. Ten eerste natuurlijk omdat het heel makkelijk is. Het is een betrouwbare vorm van inkomen. Maar het is ook een manier om je omzet en dus je winst te laten stijgen. Nou, is dat als bedrijf zijnde heel fijn. Als consument zijnde wat minder, want je krijgt steeds meer abonnementen. Ook daar heb ik trouwens eerder een video over gemaakt, over de gemiddeld 11 abonnementen die een Nederlander heeft. Daar zat ik gelukkig nog onder, maar inmiddels kun je dus alles wel via een abonnement krijgen, tot en met matras aan toe. Dus je moet wel opletten wat je doet. Nou, in dit geval zullen het vaak zakelijke abonnementen zijn, dus dat is een totaal ander iets. Dat je informatie binnenkrijgt in de vorm van magazines of tools waarvan je gebruik kunt maken voor je bedrijf. Dus dat is een andere vorm, dat is het meer een investering. Wat echter wel opvalt in de cijfers is dat we de schuld zien toenemen de laatste jaren. En die is inmiddels gestegen naar 6,5 miljard aan schuld. Dus dat is wel iets om op te gaan letten. Zeker omdat het hogere schuld is dan dat ze eigenlijk aan waarde hebben. En zeker vergeleken met de winst is het zeker wel iets waar ze op moeten letten. Omdat, ja, vooral daar in die schuld dus een stijgende lijn zit. Ze zouden deze schuld er kunnen gaan aflossen, want ongeveer de helft van de winst die ze maken keren ze uit in de vorm van dividend. Dus het zou kunnen dat ze dan dat geld gebruiken, of een gedeelte van dat geld gebruiken, om hun schuld dus naar beneden bij te brengen. Maar ze kiezen dus voor, en dat is misschien wel voor als aandeelhouder positief, om dividend uit te keren. En die dividenden zijn eigenlijk al 10 jaar lang stabiel of betrouwbaar, zo kun je het ook noemen. Want zeker, je weet dat ze telkens uit gaan betalen. En zelfs de laatste 10 jaar zit er ook nog eens een stijgende lijn in. En het stijgt dit jaar waarschijnlijk door naar 2,49% dividend dat ze uitkeren op je aandelen die je hebt. Dus misschien is het dan wel in de vorm van de koers, die uiteindelijk ook wel stijgt op de lange termijn, interessant, maar zeker ook als dividendaandeel. Dus dat is zeker iets als je daarin thuis bent of daarin wil beginnen, misschien ook wel om hiernaar te kijken of het een interessant aandeel is voor jou. En zo zie je dus maar dat een bedrijf waarvan ik dacht dat ze eerst heel veel in magazines deden, dat er eigenlijk nog maar 10% van de omzet uitkomt en juist dus heel veel, 90% dus, uit andere dingen. Aan de ene voor een vakbeurs, aan de andere voor abonnementsvorm of digitale producten, tools die ze hebben, zodat je een bepaald beeld bij een bedrijf totaal niet meer actueel is. En dat ze dus dat ook de reden is dat ze natuurlijk de koers hebben kunnen laten stijgen, terwijl het vaak met magazines veel heel slecht gaat de laatste tijd. En dat maakt dus ook wel weer een interessant aandeel. Als, zoals gezegd, de winst en dat soort dingen zijn allemaal prima. Zeker omdat het nog gaat groeien, verwachten ze de komende jaren. En de laatste jaren ook gegroeid is. Maar helaas ook hun schuld is gegroeid. Dus dat is zeker nog, mocht je interesse hebben, iets waar je uit wil zoeken. Waarom is het gegroeid in die schuld? Hebben ze geïnvesteerd de laatste tijd? Of waar komt het door? En hoe ziet het er in de komende jaren uit? En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Het is weer 3 interessante aandelen waarvan ik er misschien deze maand wel 1 ga kopen. Want afgelopen maand heb ik weer passief inkomen verdiend met dit kanaal. En misschien ga ik daar een gedeelte van gebruiken om 1 van deze aandelen te kopen. Nou, wil je weten welk aandeel ik ga kopen? Dat zal in de volgende video van volgende maand wel komen. Wil je weten hoeveel passief inkomen ik heb verdiend afgelopen maand met dit YouTube kanaal en de website en zo die erbij horen? Dat kan je zien in de video van aanstaande woensdag. Daarin zal ik dus een update geven van hoeveel ik heb verdiend afgelopen maand met dit kanaal. En als je dit nou een leuke video vond, geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder, geef een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval onder deze video weten wat je goed vond, wat je minder goed vond. Dan neem ik dat mee naar een volgende video. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, die kun je natuurlijk ook onder de video achterlaten in de reacties. En daar
daarin, in de omschrijving vind je ook een link naar onze Discord chat, waar we met meer dan 300 man over dit soort onderwerpen praten. Dus misschien kun je daar ook nog wel vragen stellen, ervaringen delen, elkaar helpen. Misschien wel met die Canopy Growth, dat artikel actualiseren over wiet, zeg maar. Dat kan allemaal daar bijvoorbeeld. En als je nog steeds zit te kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video geweest voor je. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je nog meer over wilt zien? Klik dan hieronder op abonneren. Dan mis je nooit meer een video. Klik op het bel-icoontje. Dan krijg je in ieder geval een melding als ik weer een nieuwe video upload. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.